Burgemeester Lamers, we zijn inmiddels in de tweede maand van het nieuwe jaar, maar er is al heel wat gebeurd. We hebben begin dit jaar een heel vervelende gebeurtenis gehad in Parijs, een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Daar heeft u op gereageerd door Schiedammers op te roepen te demonstreren voor persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Ja, dat klopt. Die woensdagavond dat collega Abu Talib op tv was, kwam er eigenlijk een oproep aan heel Nederland om de volgende dag om 6 uur 's middags, als in Parijs de grote demonstratie zou plaatsvinden, een soort vorm van solidariteit te laten tonen. En ik vond dat eigenlijk wel een onderwerp dat ook in Schiedam wel zou kunnen leven. We zijn natuurlijk een multiculturele stad met een zeer gedifferentieerde bevolking. Mm-hmm. En ik weet dat er heel veel verontwaardiging is, ook onder de islam en de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap, over het feit dat de islam misbruikt wordt en dat mensen ten onrechte geassocieerd worden met deze terroristen. Ze zeggen zelf dat ook zij getroffen zijn door die aanslag. Ja, nou zo voelen ze dat en zo zie ik dat ook. Dus ik heb toen contact gehad en normaal gesproken heb je 48 uur voor nodig om een demonstratie te organiseren. Maar dat tijdstip was al gefixeerd, 6 uur. Toen hebben we gezegd, nou dan organiseren we het zelf. En we organiseren het dan ook op onze eigen manier. En dat is een tocht geworden, geen stille tocht, maar gewoon een demonstratieve tocht van het Land van Belofte naar ons vredesmonument. En dat vond ik wel een mooie symboliek, want het monument in de Plantage, dat is dé plek waar we onze vrijheid vieren en waar we trots zijn op het feit dat je in Nederland wel mag zeggen wat je vindt binnen bepaalde grenzen. En ook een mooie en behoorlijk toepasselijke dichtregel van Ida Gerhard. Nimmer heb ik zo bitter lief gehad wat ons zo ruw werd ontnomen. Ja, nou dat klopt. Ik was heel erg getroffen, positief, door een groot aantal deelnemers. We hebben natuurlijk in no time dit georganiseerd. Het was allemaal kort dag. En uiteindelijk hebben er meer dan 700 mensen meegelopen. Toen we begonnen op het Land van Belofte dacht ik, nou, het is een redelijke groep. Ja. En het zwelde maar aan. En toen we bij het monument kwamen, was het echt een hele grote groep. Ik heb complimenten voor de toespraak gekregen, maar ik heb ook complimenten teruggegeven. Want we hebben 's middags spoedcontact gehad met de Turkse gemeenschappen in Schiedam. Ook met de Raad van Kerken. En die hebben met grote aantallen meegelopen. Ja, ja. En dat was juist de bedoeling, laten zien dat Schiedam op dit soort punten solidair is met elkaar. Of het nou om islam of om christendom gaat, vrijheid van meningsuiting en ook vrijheid van godsdienst is essentieel. En daar, dat is een fundamentele waarde in Nederland. En die hebben we laten zien. Toen ik later in een overleg met collega-burgemeesters uit de regio, we daar nog even op terugkeken en ik meldde dat wij zo'n demonstratie hebben georganiseerd met dit aantal deelnemers, kreeg daar heel veel bewondering voor. En ik ben ook wel trots op Schiedam. Ja. Schiedam heeft laten zien dat wij hier niet geradicaliseerde jongeren hebben die rare dingen doen, maar een hechte gemeenschap die dat soort dingen ten zeerste afkeurt. Die het afkeurt. En ik had al gesprekken met de Turkse gemeenschappen, met de moskeeën en de Alevitische beweging en de Raad van Kerken. En die gesprekken hebben voortgezet. Van de week toevallig nog weer een overleg gehad. En dan praten we ook door van, als dit zich nou in Schiedam zou voordoen, zouden jullie het kunnen signaleren? Zit je daar wel of niet bovenop? Nou, daar zitten ze heel erg bovenop. Mm-hmm. Zijn er Schiedamse jongeren die naar Syrië vertrokken zijn? Voor zover we weten wel, ja. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ook in Schiedam doet zich dat voor. Eigenlijk in heel Nederland loop je dat risico. En omdat wij een multiculturele bevolking kennen, loop je ook wat sneller de kans dat het zich hier voordoet. Maar het beperkt zich tot een enkeling. Ja. Geen risico op aanslagen? Nee, integendeel. De connecties die men heeft liggen buiten Schiedam. Vaak worden dit soort mensen door islam, door internet imams op verkeerde gedachten gebracht. En ligt de bron helemaal niet in de plaatselijke gemeenschap. En de lokale islamitische gemeenschap die probeert ook heel veel te doen om de jongeren op het rechte pad te houden. Ja, die zijn heel erg bezig met hun eigen sociale structuur. Weten ook redelijk goed wat er gebeurt. Bij de moskeeën kan ik dat wel van zeggen. En ik moet zeggen, daar heb ik ook wel vertrouwen in. Dat hun indruk ook wel klopt. Even een ander onderwerp. Op 1 januari bestond de nationale politie een jaar. Officieel ging die pas 1 januari van start zelfs. Maar er werd al een jaar lang Naar gewerkt. Ja.
Er zijn veel negatieve berichten in het nieuws over de politie en hoe dat nu georganiseerd is. Er zijn veel burgemeesters ontevreden. Hoe is de situatie in Schiedam? Nee, ik vind dat nog wel meevallen. De burgemeesters die dan kennelijk af en toe in het nieuws komen, die zijn ontevreden over wat er in hun gemeente kennelijk gebeurt. Ik moet zeggen dat in Rijnmond de veranderingen wel het grootst zijn. In een groot deel van Nederland werkte de politie al eigenlijk geïntegreerd. Want de nationale politie heeft als grote plus dat in de basisteams, in de steden en in de wijken, de wijkagent, de surveillance, maar ook de veel voorkomende criminaliteit en de gespecialiseerde rechercheurs, dat die allemaal weer in één team werken. En dat die onderling samenwerken en afstemmen. In de regio Rotterdam is de laatste 10 jaar een ander model geweest waarin al die functies gescheiden opereren. En er werd nog wel eens langs elkaar heen gewerkt. Ik ben heel erg blij dat dat over is. Ja. En wat nou het mooie van Schiedam is, wij hebben vanaf 1 januari onze eigen basiseenheid. 143 politiemensen die alleen voor Schiedam werken. Dat is wel veel, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met de criminaliteit, de aard van de stad te maken. We zijn natuurlijk niet een hele veilige stad. Er gebeurt wel eens wat in Schiedam. Er zijn dit jaar ook alweer een aantal overvallen geweest. Dus we hebben daar ook voldoende mensen voor. Daar ben ik wel blij om. Maar het mooie van Schiedam is, we hebben 1 eenheid voor 1 stad. En die is eigenlijk al het afgelopen jaar begonnen met dat geïntegreerde werken. En wij wachten dus niet op wat er in Den Haag gebeurt of wat er in Rotterdam gebeurt. We zijn al begonnen. En je hebt het nu over die overvallen van de laatste weken. Ja. Ik ben er altijd wel een beetje trots op dat we het laatste jaar bijna alle overvallen in Schiedam hebben weten op te lossen. Dan schrik je een beetje als er in januari ineens 3, 4, 5 overvallen in een paar dagen tegelijk plaatsvinden. Maar die samenwerking in dat geïntegreerde team, die heeft wel geholpen. Want ja, we hebben op eentje na hebben we ze weer allemaal aangehouden. En sommigen zelfs binnen een paar dagen. Ja. En dat had niet. Heb je er geen last van dat de minister nu de baas van de politie is? Nou ja, we doen gewoon in Schiedam wat in Schiedam nodig is. En als ik last heb van de minister, dan steek ik mijn vinger op. En als het goed gaat, dan lossen ze gewoon in Schiedam op. Want hoe je het ook wendt of keert, politiewerk doe je op straat. Doe je in de stad, in de wijk. En natuurlijk moet die minister ervoor zorgen dat we de goede randvoorwaarden hebben. Dat we de spullen hebben en de middelen en dat de ICT goed is. Dat de mensen goed getraind zijn, dat de arbeidsvoorwaarden goed zijn. Maar uiteindelijk gaat het om het denken en het samen willen werken van de mensen op straat. En bij die laatste overvallen van januari hebben we echt door die innige samenwerking, die beter is dan vroeger, hebben we sneller resultaat kunnen bereiken. Dus ik ben daar wel positief over. Criminelen houden zich niet aan de stadsgrenzen, dus de politie doet het ook niet. Er zijn 143 mensen voor Schiedam. Ja, dat is de basiseenheid voor Schiedam. Maar we werken in een grote district. Hè. Dat is de district Noord, Maassluis, Vlaardingen, Lansingerland en een belangrijk deel van Rotterdam. Het vliegveld en Overschie zitten daar ook bij. En natuurlijk, als er ergens iets aan de hand is, bijvoorbeeld een politieagent wordt bedreigd, dan gaat iedereen erop af. Het is niet zo dat er dan geen agenten in Schiedam blijven, maar dan help je elkaar. En dat is ook de kracht. Kijk, in oudjaar en nieuw heeft Maassluis best wel veel kleine incidentjes gehad, brandjes. Nou, we hebben het grote incident in Rotterdam in de Moldermanstraat gezien. Ja, dan rukt wel de hele regio uit. Ja. En dan is het ook goed dat je een regionale brandweer of een regionale politie hebt, die dan ook even wat mensen in kunnen zetten. Maar in de regel moeten wij met die 143 doen. Dat is een mooi aantal. Overigens, die ook allemaal gestationeerd in ons eigen politiebureau? Ja, die werken vanuit het bureau Schiedam. Mag je het nog een politiebureau noemen? Ja, het is een volwaardig politiebureau. Het cellencomplex komt zelfs weer terug. Dat is ooit dichtgestort met beton, maar dat gaat komend jaar ook weer in gebruik worden genomen. En het districtskantoor voor Noord zit ook in Schiedam. Dus wat dat betreft is Schiedam wel een beetje het centrum van de veiligheidszorg. Dus geen zorgen over de gevolgen van de invoering van de nationale politie en het verdwijnen van de zeggenschap bij de burgemeesters? Nee, dat zeg je niet goed. De minister is het korpsbeheerder. Die gaat dus over de financiën, de pecunia, de ondersteuning, de faciliteiten. Maar de burgemeester blijft ook in de nationale politie het bevoegd gezag als het gaat om de veiligheid. Dus de prioriteiten voor Schiedam worden hier in Schiedam bepaald? Als wij zeggen in Schiedam fietsendiefstallen zijn prioriteit nummer 1... En niet overvallen, ik roep me niet geks,
dan zijn fietsdiefstallen nummer 1. In de werkelijkheid is het natuurlijk dat we het allebei doen. Hè. De overvallen, die wil je niet. Maar als ze plaatsvinden, liefst zo snel mogelijk oplossen. Ja. Maar fietsdiefstallen, woningenbraken, we bepalen onze eigen prioriteiten. En een van die prioriteiten is Schiedam-Oost. Ja. Onlangs weer een actie geweest. En een kwekerijen opgerold. Daar ook geen hinder van het feit dat de nationale politie is ingevoerd? Nee, integendeel. We hebben er eigenlijk alleen maar een beetje profijt van. Want de nationale politie heeft bijvoorbeeld ook tot gevolg dat voor hele bijzondere specialismen, zoals prostitutieeenheden, vuurwerkteams, datgene wat je niet in een eigen lokaal team kunt organiseren, hebben op regionaal niveau speciale units. En bijvoorbeeld voor het oprollen van illegale prostitutie is een speciale unit. Nou, die maakt dagtaak in Schiedam, want we komen best wel wat tegen. Maar we rollen het ook onmiddellijk op. Ik geloof dat ik dat wel eens meer heb gezegd. Het is nu zo dat als je op maandag een melding doet van een illegaal bordeel, dan rollen we hem vaak op dinsdag of woensdag op en is op donderdag pand gesloten. Bewoners in Oost zien dat. Newtonplein is er pas weer een keer gebeurd. En ze kan ik nog een paar adressen noemen, helaas. Want het komt toch nog te veel voor. Maar als we het signaleren, zitten we er bovenop. En met sluiten bedoel ik dat wij het dan ook bestuurlijk goed afhechten. Dus er komt niet alleen een sanctie van de politie en van de justitie. Maar we sluiten het pand, we gaan met de eigenaar praten. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? En wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat er weer een gewone bewoner in komt? Dus wat dat betreft willen we het ook weer beter maken voor de wijk. Nou, dat is iets wat we in Oost consequent nu doen. Dat geldt ook voor wietkwekerijen. En bewoners zien dat. Ja. En daar gaat het ook om. Bewoners moeten weer geloof hebben dat de gemeente de goede dingen doet voor de wijk. Maar ze moeten ook het geloof hebben van, hey, als ik een melding doe, dan gebeurt er ook wat mee. Ja. En ik hoop dat we daar goede stappen mee maken. Ik denk dat niet alleen de bewoners het zien, maar de criminelen ook. Ja. Ja, en ik heb natuurlijk geen contacten in criminele kringen, maar ik hoor dat van onder andere ook van de politie, dat men in de criminele wereld zoiets heeft van, nou, moeten Schiedam maar een paar jaartjes overslaan, want het heeft geen zin, want vroeg of laat loop je tegen het lamp. Dat is precies wat we willen bereiken.